Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Gert-Jan Karsten, een wedstrijd die 1 minuut te lang duurde. Ja, ik sta met een dubbel gevoel. Ik denk dat het uiteindelijk terecht is. Eerste helft denk ik dat we het goed onder controle hadden, niks weggeven. Zelf in de omschakeling ongevaarlijk waren. Ik denk dat we na de rust, naarmate de wedstrijd het steeds zwaarder kregen. Je ziet dat de fitheid nog steeds een issue is. Dat wisten we, dat weten we. Ja, deze ploeg draaide de duimschroef aan in de eindfase, konden de goede spits brengen in de rust. Dus hadden ze echt een targetman mee. Dan krijgen wij in de 94e minuut een vrije trap. Ja, dan verwijt ik mezelf misschien wel dat we niet bij de cornervlag neertrappen. En daar gewoon lekker tijd trekken en dan 0-0 pakken. Maar ja, je weet met Koos, met Glenn, hebben we een paar jongens die een prachtige trap hebben. Pim. Als een van die jongens het gevoel heeft dat hij hem er misschien wel in gaat schieten, dan moet hij misschien ook gewoon proberen. Dus ja, heel zuur, wel verdiend, tegen wederom een goede ploeg. Ik denk dat we collectief gewoon knetterhard gewerkt hebben, om het maar eens plat te zeggen. En dat we een uur lang hebben aangetoond dat we heel goed zijn. Alleen dat deze wedstrijd eigenlijk, jij zegt een minuut te lang, ik denk een half uur te lang. Deze groep was gewoon fitter dan ons. En dat is ook de inhaalslag die we aan het maken zijn. En of je nou verliest of 0-0 speelt, dat is uiteindelijk één puntje. Hè? Maar het moraal, dat had 0-0 natuurlijk goed gedaan. Klaar. Maandag zijn ze vrij, Sinterklaas. En dan volgende week hebben we weer een belangrijke wedstrijd tegen UNA. Is het dan een beetje het welbekende verhaal van onderstuit kan wel hebben en een deksel op de neus krijgen die laatste minuut? Bijna wel. Ik hoop niet dat het onderstuit de kan is. Maar we moeten nog 2,5 uur in de bus. Dus ik hoop dat er nog wat in zit. Maar... je moet af en toe ook iets afdwingen. Ik bedoel, we kunnen niet de rest van het seizoen bij elke kans die we krijgen denken van nou, het is misschien beter om tijd te gaan rekken. We hebben gewoon tegen een geweldige ploeg gespeeld. Ik vond het weer een mooie sfeer. We hadden weer veel mensen uit Hardenberg bij ons. Deze mensen hebben zelf ook veel publiek. De tweede helft werd het steeds meer een open gevecht. Waarbij hun de boventoon voerden. Waarbij wij in de omschakeling ook best wel een paar keer gevaarlijk waren. Met Walter 2 keer schieten. Tommetje nog een keer. Ik zeg Tommetje, maar het is gewoon Tom. Die schiet nog een keer een bal vlak over de kruising heen. 2-3 corners, de vrije trap. Dus het is ook niet zo dat wij niks hebben gedaan. Het is gewoon sneu als die in de laatste minuut valt. En ik baal nu van het feit dat ik niet die bal de hoek in laat trappen. Maar schiet Koos hem in de kruising, sta ik hier van, geweldig, en 1-0. Dit moet gewoon even een half uurtje duren. En dan kan ik vooral heel erg verder met de eerste uur waarin ik tactisch vond dat wij het echt geweldig gedaan hebben. En daar houden we ons aan vast. Ik vond dat jullie knap voetbalden, ook in de kleine ruimtes. En ik had het gevoel dat jullie op een gegeven moment de kansen, met name in de tweede helft, gingen krijgen toen jullie het spel wat breder gingen maken. Want het was op een gegeven moment heel veel gepiel in de kleine ruimtes, waardoor jullie net wat die slordigheidjes hadden. Man verkeerd been inspelen of achter de man inspelen, dat soort slordige balvliesjes. Ja, daar wisselden we ook op. Hè. Pim die speelt natuurlijk vanaf rechts. Dat is eigenlijk een hangende speler. Dus met weinig diepgang, maar wel veel. Hè. De eerste helft goed veel balbezit en met zijn linkerbeen dan naar binnen goed spelend. Op een gegeven moment, Johan is de hele week ziek geweest. Die had al geel op zak. Hoe lang laat je zo'n jongen staan? We hebben gewacht tot een uur en toen vond ik echt wel dat de pijp leeg was. Knap dat je dat op dit moment kunt opbrengen na zo'n week. En dan ook mooi dat Pim dan gewoon naar links kan. En dan probeer je met Tom met diepte wat meer snelheid erin te krijgen. Dan breng je Walter. En dan ga je met Mark achter Walter spelen. Mark is gewoon een kopsterker speler. Kopsterker, denk ik, op dat moment dan Jorren. En ook een speler die een bal net iets beter vasthoudt. Waar Jorren wat meer de loopactie maakt. En dan hoop je met Walter, hè, dat zag je ook in de dynamiek. Dat is een krachtmens. Die heeft snelheid. Die zet ook heel veel druk zonder bal. Dan hoop je een frisse kracht te hebben. En dan aan de linkerkant laat je Sargon zo lang mogelijk staan. In de individuele klasse die hij af en toe nog heeft. En als je dan alles bij elkaar optelt, dan natuurlijk, wij waren dreigend. Hun rechterkant op links kwam hun back steeds hoger te spelen. Kijk, echt uitgespeelde kansen hebben hun wel gehad. Maar wat waren dat? Dat waren allemaal eigenlijk corners, vrije trappen en ballen vanaf de zijkant hoog erin pompen. Op die targetman. Kijk, en als je dan als elftal fitter bent, kom je 30 meter hoger te spelen, sta je net buiten je 16. En dan is zo'n bal niet gevaarlijk. En nu loop je gewoon door vermoeidheid achteruit. Dan is het billenknijpen. Dan pakt Danus 2-3 kopballen, denk ik, prachtig. En dan is het gewoon teleurstellend dat hij er nog in valt. Maar goed, ik kan alleen zeggen dat het verdiend is. En ik blijf herhalen, het eerste uur, daar heb ik wederom van genoten. En dan is het gewoon zuur dat je nu helemaal terug moet met een 1-0 nederlaag. In een wedstrijd waar je denk ik een puntje moest stelen. Is dit een ploeg die dan snakt naar de winterstop, gewoon qua fitheid?
Nee, dat, ja. Nee, dat vind ik niet. Maar het is wel een ploeg waarbij alles moet kloppen. En ja, waarbij je ziet dat het verloop van het seizoen dat het kracht heeft gekost. Sargon vandaag ook. De jongen gooit een hoop energie in, maar hij is natuurlijk wel een poosje weg geweest. Je ziet, Johan Wigger is weer ziek geweest. Matthijs er vandaag niet bij. Die zal volgende week waarschijnlijk weer fit zijn. Maar dan vonden we deze week het risico te groot. Ja, het blijft een aandachtspunt. En, ja, de winterstop komt hier te vroeg. Vorige week hadden we 5 wedstrijden 10 punten. Dus nu met 16 is het niet ineens heel slecht. Maar hetzelfde als bij HFC. Bij HFC vond ik dat we echt het punt verdiend hadden. Vandaag hadden we hem niet verdiend, maar hadden we hem wel moeten pakken. Het was gewoon lekker geweest als je puntje pakt. De kans lag er. Ja, nou ja, uithuilen en opnieuw beginnen. HHC TV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.